Met het Waista Video Labeling Game hebben we een systeem willen ontwikkelen wat het mogelijk maakt om tijdgerelateerde metadata voor videomateriaal te verzamelen. Dat is metadata die het mogelijk maakt om voor een specifiek moment in de video aan te geven wat daar zich afspeelt, wat er te zien is, wat voor een onderwerp er speelt. En dat doen we omdat we gemerkt hebben dat eindgebruikers van ons archief daar ook behoefte aan hebben. Die willen specifiek binnen het archiefmateriaal kunnen zoeken naar bepaalde onderwerpen, et cetera. Waista is een zogenaamd crowdsourcing project. Dat betekent dat we het publiek betrekken bij de informatie die we willen verzamelen. Dus we gebruiken eigenlijk het publiek om de informatie die we willen toevoegen aan het archief bij elkaar te krijgen. En waarom doen we dat? Niet alleen omdat het ons werk bespaart, maar ook omdat het publiek over het algemeen op een andere manier ons archiefmateriaal beschrijft dan dat wij dat zelf vanuit onze professionele visie doen. En dat heet in de onderzoeksliteratuur het semantic gap. Dat is het verschil tussen hoe die dingen worden benoemd. En dat proberen we met dit spel eigenlijk te dichten. Het idee voor Waista is ontstaan in een eerder samenwerkingsverband met de KRO, waarbij werd gekeken naar, in het algemene zin, nieuwe manieren om archiefmateriaal te beschrijven. En iedereen was zo enthousiast over het concept dat we daar gelijk met hun mee aan de slag zijn gegaan in de vorm van een pilot rondom het Boer zoekt vrouw materiaal. We hebben daar 6 maanden mee gedraaid en uiteindelijk ook een evaluatie geschreven. En we hebben daar ook gelijk onze onderzoekspartner, de VU Universiteit Amsterdam, bij betrokken. En op basis daarvan zijn we een tweede traject ingegaan met de omroep de NCRV rondom het Man bij het Hond materiaal. Om ook te zorgen dat dat archief, wat helemaal online beschikbaar was in fragmenten, goed te beschrijven met behulp van de Waista-technologie. Dus aan de Vrije Universiteit doen wij onderzoek naar het gebruik van de Waista-tags. En wij concluderen dat het een andere natuur heeft dan wat professionele categoriseerders beschrijven. Ja, dus natuurlijk zijn het er veel meer. Er zijn veel meer tags die verzameld zijn. Maar ze beschrijven ook de content in de video. Ja, dus niet alleen maar de video als geheel, maar ook wat er in de video staat. De spelers in Waista die beschrijven vooral wat ze zien en horen in de video. En ze doen dat op een generieke manier. Dus ze geven generieke beschrijvingen, zoals er staat een huis of er staat een boer. Ze geven ook wel beschrijvingen van personen en plaatsen. En dat doen ze ook op een generieke manier, maar ook met specifieke namen. Dus een plaatsnaam of een persoonsnaam, als ze we die weten tenminste. Wat we met Waista hebben aangetoond, is dat het mogelijk is om daadwerkelijk het beschrijven van videocontent op tijdsniveau te crowdsourcen. Dus we zijn erin geslaagd om geïnteresseerden te betrekken bij het spel die ook daadwerkelijk informatie wilden invoegen. Wat we namelijk hebben gezien is dat met de eerste pilot, dus die rondom het Boer zoekt vrouw archief, werden ongeveer 400.000 tags verzameld. En de Man bij het hond versie was zelfs nog veel succesvoller. Daarmee werden uiteindelijk meer dan 700.000 tags verzameld. Die allemaal dus een punt in de video beschrijven en informatie geven over wat er te zien of te horen is op dat moment van de video. De Waista tags geven geen interpretaties van het onderwerp. Dus er zijn geen abstracte beschrijvingen over wat er in de video gebeurt. En dit is typisch wel wat documentalisten doen. Dus documentalisten zijn juist goed in het beschrijven op een abstract niveau van wat er gebeurt in de video. Dus in die zin zie je heel erg dat ze complementair zijn. Dus de Waista tags beschrijven wat er te zien is en wat er gehoord wordt in de video. En documentalisten beschrijven op een abstracte niveau wat er gebeurt in de video. Dus als je kijkt naar het zoeken van video's, dan blijkt dus ook dat Waista tags vooral goed zijn in het vinden van fragmenten in een video. En vooral fragmenten die een soort van visuele relevantie hebben met waar je naar op zoek bent. Dus bijvoorbeeld een molen ergens of een specifieke persoon die staat op het strand. Ja, en nou blijkt ook uit experimenten dat Waista tags nog beter zijn dan het gebruik van ondertiteling. Of zelfs het gebruik van professionele beschrijvingen. De Waista tags zijn minder geschikt voor het vinden van video's over een bepaald onderwerp. Hier zijn juist de beschrijvingen van de documentalisten erg voor geschikt, hè, want die beschrijven op een abstracte manier het onderwerp in een video. Waar we nu juist naar kijken is of we dat onderwerp kunnen afleiden uit de Waista tags. Zodat we ze bijvoorbeeld kunnen suggereren aan documentalisten, zodat ze tijd kunnen besparen. Of dat we ze kunnen gebruiken in Waista, om ze bijvoorbeeld aan de spelers aan te bieden nadat ze een video getagd hebben. We zijn dus een eind op weg om het semantic gap te dichten. Dus aan de ene kant hebben we beschrijvingen van wat je ziet en hoort in de video, de Waista tags. En aan de andere kant hebben we abstracte beschrijvingen over het onderwerp van de documentalisten. En op dit moment zijn we aan het kijken hoe we die twee met elkaar kunnen linken.
Na afloop van de tweede pilot waren we van mening dat de techniek achter wel ISTA dusdanig volwassen was, dat het mogelijk was om het project ook voor andere collecties door andere instituten te laten inzetten. En daarom hebben we besloten, ook gezien het feit dat alles met publieke middelen gefinancierd was, om de code gewoon als open source pakketje vrij te geven via de GitHub van Beeld en Geluid. En wat het mogelijk maakt is dat dus ook andere instellingen dezelfde technologie gebruiken voor het doorzoekbaar maken van hun archieven. Maar hopelijk zorgt het er ook voor dat er wordt doorontwikkeld aan de code en dat er nieuwe functionaliteit wordt toegevoegd waar ook wij weer baat van hebben.